Wel, ik wil u dus vanavond meenemen en kijken naar wat er we zo om ons heen kunnen zien in het heelal en ook op de aarde. En er zijn twee doelen die ik me gesteld heb, maybe drie. Het eerste is dat we eens gaan kijken dat het heelal ons laat zien dat de aarde geschapen werd als een woonplaats voor intelligente wezens. Nou, soms vraag ik me wel eens af of mensen werkelijk weten wat het betekent om intelligent te zijn. En om dat duidelijk te maken, hebben we dus een kleine samenspraak hier. Het gaat zo, wij leven op een onbeduidende kluit die rondjes draait om een middelmatige ster, dat is de zon. Ergens in de buitenwijken van een niet erg indrukwekkend melkwegstelsel, dat is de melkweg. En wij zijn niet het middelpunt van het heelal. U weet dat natuurlijk. Maar het antwoord is, dat mag dan waar zijn, maar wij zijn uitzonderlijk. Ach, wij zijn niets meer dan het resultaat van een lange keten van toevallige evolutionaire processen. Wij functioneren op de basis van dezelfde DNA als alle andere dieren, tot aan de kleinste wormpjes. En het antwoord is opnieuw, ja, dat mag dan waar zijn, maar wij zijn uitzonderlijk. En u vraagt, waarom? Omdat alleen op deze kleine planeet die rondjes draait om de zon in een buitenwijk van onze melkweg, je wezens vindt die in staat zijn om waarom te vragen. En als u dat goed leest, dan weet u dus dat als u kinderen hebt, dat u intelligente wezens in het leven hebt gebracht. Want kinderen vragen waarom. En wij staan soms met onze mond vol tanden. Maar ik hoop dat we vanavond niet met onze mond vol tanden blijven staan, maar dat we enige dingen kunnen oplossen. Alles wat we doen heeft op een of andere manier erg veel te maken met de belangrijkheid van ons leven, zoals wij dat zien. En voor het leven zijn verschillende dingen nodig. Je moet wat biochemie kennen. En dat betekent dat je wat scheikunde moet kennen. En wat heb je atomen, moleculen nodig. En dat zijn elementaire deeltjes opgebouwd uit de natuurkunde. En de elementaire deeltjes zijn destijds, volgens het wetenschappelijke beeld, gemaakt in de eerste seconde, fractie van een seconde, van de Big Bang. Zo, hou dat even in de gaten, dat uiteindelijk alles wat we in de natuur zien, is opgebouwd uit elementaire deeltjes. Ja? Niet meer dan 30 elementaire deeltjes waaruit je alles kan maken. Nou, nog even mijn wetenschappelijke hoed op te houden. De Big Bang vond 13,7 miljard jaren geleden plaats. En alle elementaire deeltjes werden gemaakt in een fractie van een seconde, toen het heelal erg heet was. Heet in de zin van een 1 met 28 nullen, ja, waar we geen woorden voor hebben. En het was erg compact. Het begon uit te dijen. En het werd steeds kouder en ijler. Dat is als een gasmassa uitdijt, dat is wat logischerwijs gebeurt. En waterstof en helium werden gemaakt in de eerste 3 minuten van het heelal. Daarna werd het koud. Om nog meer gecompliceerde chemische elementen te vormen. Zoals bijvoorbeeld koolstof, stikstof, zuurstof, calcium, fosforus enzovoort. Elementen die in grote mate aanwezig zijn in ons lichaam. En die het leven reguleren, waaruit het leven bestaat, tot grote hoogte. En na de eerste 3 minuten van het heelal was het dus onmogelijk dat er leven zou zijn, want er was alleen maar waterstof en helium. Ja, we zitten vol waterstof. Ja, we staan bestaan uit koolwaterstoffen, alle proteïnen enzovoort. Maar helium is erg weinig in ons leven. Misschien ook wel beter, anders zouden we allemaal als ballonnetjes tegen het plafond hangen. En hier is dan een voorbeeld van DNA, gecompliceerd. Ja, koolstof, stikstof, zuurstof, fosforus en waterstof. En het is een vrij gecompliceerd molecuul, maar dat heeft alles te maken met het leven. Nou, de elementaire deeltjes die heel in het begin gemaakt werden, bouwen samen tot atomen. Als je genoeg atomen kunt verzamelen, dan kun je een ster maken.
En sterren beginnen te schijnen en die zetten dan dat waterstof en het helium waaruit ze dan oorspronkelijk bestaan om in, langs een vrij lange en ingewikkelde weg, in die elementen die juist voor het leven zo belangrijk zijn. In feite alle elementen, chemische elementen, tot en met de ijzergroep in het periodiek systeem. En deze sterren geven die elementen weer terug aan het heelal als ze aan het eind van hun energieproducerende bestaan komen. En nieuwe sterren die uit die nieuwe omgeving bestaan, die zijn al verrijkt met de producten van die eerste generatie van sterren, die dus niet alleen maar uit helium en waterstof bestaan, maar nu ook andere elementen hebben. En als een ster gevormd wordt, dan blijft er altijd aan de periferie, aan de uiteinden, blijft daar materie over, die zich samenvoegt heel vaak tot planeten. En planeten hebben dus al, meer van die voor het leven belangrijke elementen. En dan komt de wetenschap en zegt, nou, dan is dat heel eenvoudig. Dan neem je dat stof van de planeten en dat kan je dan gebruiken om de vier biologie leven te maken. Nou, dat is dus wat de wetenschap zegt. En zo wordt het door heel veel mensen aangenomen. Maar, leven vereist energie. En de energie die wij hebben voor ons leven, die komt vrijwel helemaal uiteindelijk van de zon. Ja? De zon die is essentieel om de worteltjes te laten groeien en het graan te laten groeien waar je brood van bakt en allemaal dingen die voor het leven belangrijk zijn. Nou, om dat goed te doen, als de zon wat zwaarder zou zijn, meer massa zou hebben, dan zou de zon veel korter leven. Dat is heel typisch. Een ster of een zon. Sterren zijn zonnen. Nou, de zon is een ster. Als die energie maken, wat wij als licht zien, dan gebruiken ze de materie waaruit ze bestaan als brandstof. Dus ze branden op en uit. En je zou zeggen, als ze nou meer materie hebben, dan blijven ze langer branden. Nee, dat is net omgekeerd. Want de kernreacties die gaan veel sneller als er meer materie is. Een grotere druk en grotere temperatuur. Dus als de zon meer materie zou hebben, dan zou die korter leven. Er zou veel te veel ultraviolet komen. Wat is niet goed voor je huid. Daar kun je amper een sunblock op smeren om dat tegen te gaan. Wordt zoveel. En een lichtere zon heeft dan minder energie, minder warmte. Dan willen we wat dichter bij de zon gaan. En als we te dicht bij de zon gaan, dan gebeurt het met ons hetzelfde als met Mercurius, die altijd bijna altijd zijn gezelde kant naar de zon toe wijst. En we worden dan gevangen in de getijdenkrachten. En bovendien, er zijn grote temperaturen dan tussen de nacht en de dagzijde van de aarde met enorme winden. Dat is geen plaats om fatsoenlijk te kunnen leven. Dus er zijn bepaalde restricties aan hoe de zon moet zijn. Ja? En we komen tot ontdekking dat de zon is op maat gemaakt. Op maat gemaakt. Nou kijken we eens naar de maan. En de maan heeft een belangrijke functie in het tot stand houden van de aardas in een speciale positie. De aardas heeft een inclinatie van 23 graden ongeveer, vergeleken met zijn baan om de zon. En dat geeft ons de seizoenen. Dat is heel erg plezierig, want daar kunnen we allerlei kalenders naar regelen en de agricultuur is daarmee gebaat enzovoort. Maar het moet ook wel een beetje stabiel zijn, want als die aardas te veel zou schommelen, dan gaat het met de seizoenen helemaal verkeerd en dan gaan al de boeren naar het binnenhof om te protesteren. Met een grotere maan krijgen we erg hoge getijden. De maan is belangrijk voor het maken van de getijden. Te hoge getijden, en u weet wat er in Nederland gebeurt als de getijden te hoog lopen. Je kunt niet genoeg dijken bouwen. En als er een kleinere maan is, dan is die niet... invloedrijk genoeg om die aardas stabiel te houden. En dan gaat het dus met de seizoenen mis. Zo, we konden kunnen zien, de maan is ook op maat gemaakt. De zon is op maat gemaakt, de maan is op maat gemaakt. Nou, hier zijn de planeten. En die zijn allemaal daar met hun aardas gemaakt. Aangegeven, die blauwe lijnen, daar is de aarde met 23 graden. En Mars is erg
bijna hetzelfde. Neptunus heeft ook ongeveer datzelfde, Saturnus ook. Mercurius die staat bijna helemaal rechtop en dat doet Jupiter ook. En deze ligt helemaal op zijn kant en deze die draait de verkeerde kant op. Maar kijk nou eventjes naar de aarde toe, naar de aarde. En je ziet dan dat als er een kleinere inclinatie zou zijn, als die aarde net zo rechtop zou staan als Mercurius bijvoorbeeld, dan zou het wereldklimaat heel gelijkmatig verdeeld zijn. Dan hoefde je niet naar Spanje te gaan om de koude winter te ontlopen, maar er zou ook overal minder regen vallen. En in de Sub-Sahara, waar toch al niet veel regen valt, wordt het natuurlijk uitermate onplezierig. Bij grotere inclinaties, zoals bijvoorbeeld Uranus bijvoorbeeld. Uranus is heel drastisch. Dan krijg je erg hete zomers, ja, en lange, donkere, koude winters. Daar is niet om door te komen. Zo. En dan de aarde, rotatie. 24 uur, heel netjes. Als het langzamer is, dan bouwt de temperatuur durende de middag maar op en wordt het erg heet 's middags. En in de nacht wordt het erg koud. Zo, dat is niet goed. Als het sneller gaat, dan komen de sterke winden. En dan is een wind van 100 mijl per uur, die hier geweldig sterk is en grote mensen ondersteboven blaast. Dat is dan kinderspel. Het wordt veel, veel erger. Zo, opnieuw, de aarde ook is op maat gemaakt. De zon, de maanden, de aarde. En dan kijken we naar de planeten. Dit is Jupiter. Jupiter is 2,5 keer zo zwaar als de rest van de planeten samen. En zijn sterke zwaartekracht beschermt ons tegen inslagen van buitenaf. Want door de zwaartekracht, heel veel spul wat uit het heelal op ons toekomt, wordt ingevangen in het zwaartekrachtvangnet van Jupiter. En je hebt allemaal wel gehoord over de jaren dat af en toe daar is een komeet of iets anders dat op Jupiter valt. Dat is een voorbeeld van hoe Jupiter ons beschermt. Daar is dus bijvoorbeeld zo'n komeet. En Jupiter is toch ver genoeg weg, zodat ze de aardstand en de aardrotatie en revolutie niet verstoort. En zo onze baan om de zon is stabiel genoeg. Als Jupiter te dichtbij was, dan zou de baan van de aarde om de zon meer variaties vertonen. En sommige jaren zouden we ver van de zon zijn, andere jaren dichter bij de zon. En dat wordt natuurlijk heel erg moeilijk. Zo, het hele zonnestelsel is op maat gemaakt. En je begint je af te vragen, is er iets wat niet op maat is gemaakt? Nou, in een heelal waarin sterren kunnen schijnen en interessante chemische elementen kunnen produceren, en u weet nu al dat sterren die chemische elementen produceren, essentieel zijn voor het leven. Want die waterstof, stikstof, calcium en al die andere elementen, dat zijn wij. Die moeten er zijn, anders kunnen we er niet over praten. Maar om dat nodig te maken, moet er een elektrisch evenwicht in het heelal zijn. Ja? Al die deeltjes bestaan uit positieve en negatieve, plus een paar neutrale, maar de positieve en de negatieve dienen elkaar in evenwicht te houden. Als er te veel positieve zijn, dan dijkt het hele heelal snel uit. Als er te weinig zijn, dan dijkt het ook helemaal, als het allemaal positief zijn, dan dijkt het ook uit. Maar het moet dus netjes gebalanceerd zijn, tot op zekere precisie. En de precisie is dat is van 1 op 10 tot de 37e. Dat is een 1 met 37 nullen. Dat is geweldig precies. Dat is niet 1 op 100, 1 op 1000, 1 op 1 miljoen, 1 op 1 miljard. Nee, 1 op 10 tot de power, tot de macht 37. Dat moet geweldig precies zijn. Als je deeltjes zou beginnen te tellen, als je dat zou kunnen doen in het heelal, en je komt bij dat nummer en je hebt er 1 vergeten, dan is het nog goed. Maar als je er 2 vergeten hebt, dan zijn er problemen met de stabiliteit van het heelal. En de uitdijing van het heelal, de snelheid waarmee het heelal uitdijt, dat betekent ook de massadichtheid van het heelal, hoeveel deeltjes zich in een zekere volume bevinden.
Dat hangt samen met de uitheidssnelheid. Dat moet ook afgestemd zijn. En dit keer met een nauwkeurigheid van 1 op 10 tot de 60ste. Dat is dus nog nauwkeuriger. En je kunt een beetje twisten over de nauwkeurigheid van dat nummer 60 en van het nummer 39 op de vorige. Maar het zijn grote nummers. Waar wij in de praktijk van het leven nooit mee te maken krijgen. Zo, als het te snel gaat, dan kunnen de sterren niet vormen, want voordat de sterren, als het ware, tot het idee komen van we kunnen wel eens een ster maken, dan is de materie al te ver verspreid om dat nog te doen. En als het dan langzaam gaat, ja, dan komen de sterren en dan worden ze erg groot en heet en dan branden ze snel op en dan zijn de levenselementen worden niet netjes geproduceerd. Zo, het heelal is dus ook op maat gemaakt. Het is niet alleen maar de zon, de maan, de aarde, het zonnestelsel. Het hele heelal is op maat gemaakt. Wat betekent dat? Nou, het betekent dat het is alsof als die deeltjes uit ergens heel anders gemaakt konden praten, dat ze zouden kunnen zeggen, we hebben ontdekt dat om het leven mogelijk te maken, we moeten samenwerken en nauwkeurig op elkaar zijn afgestemd. De deeltjes in het heelal kunnen dat soort of conversatie niet hebben, maar zo lijkt het als het ware. En er is waarschijnlijk geen andere plek in het heelal dat zo uitstekend op leven is ingesteld. We hebben tegenwoordig zo'n 1000 planeten rond andere sterren gevonden. De meeste zijn nogal groot, die zijn Jupiterachtig, dus dat is niet zo interessant. Maar onder de kleinere, die wat meer op de aarde lijken, zijn, voor zover we het nu kunnen aangaan, en dat is nog maar aan de grens van wat we nog kunnen doen op het ogenblik, is het erg moeilijk om planeten te vinden die maar een heel klein beetje op de aarde lijken. Het lijkt alsof de aarde werkelijk een van de weinige, of misschien wel de enige plek in het heelal is, dat is ingesteld op het leven. Zo, dat is het eerste doel. Hè? Ik hoop dat u... Ik kan er natuurlijk veel langer over praten, er zijn veel meer kanten aan, maar het heelal leert ons dat de aarde de beste woonplaats is in het heelal, misschien wel de enige, waar intelligent menselijk wezen kan ontstaan en gedijen. Alles is georganiseerd zodat het leven kan ontstaan en dat het in stand gehouden kan worden. Nou komen we op het andere, tweede doel. Het heelal laat ons zien dat de aarde de beste uitkijkpost is van waaruit we het heelal kunnen bestuderen. Dat is dus een iets andere zaak. En een van de goede dingen daarbij is dat we maar één maan hebben. Dat betekent dat de nachten donker zijn. Op Saturnus zijn 24 of iets meer manen. Dus er is altijd wel een paar boven de horizon. En ik moet zeggen, als je zwakke sterren, dat betekent sterren die ver weg staan, wil bestuderen, dan wil je graag donkere nachten hebben. Zoals je de sterren overdag niet kunt zien, zo kun je dus zwakke sterren 's nachts ook niet zien als de maneschijn er is. En zo, maar één maan te hebben die de helft van de tijd aan de andere kant van de aarde is natuurlijk heel plezierig. Ja? En hier is dan zo'n plaatje van een donkere, zogenaamd donkere aarde onder een heldere hemel. En u ziet wel dat een beetje moeilijk is met de duisternis, want je kunt in de buurt van Nederland daar, die plek daar is Amsterdam enzovoort, en zelfs daar in de buurt van Groningen en Assen, zijn er nog veel lichtpunten. En daarom, als astronomen, zijn we er altijd op uit om tegen de stadsvaders te zeggen, maak toch niet zoveel lampen die allemaal naar boven schijnen. Je wilt het naar beneden laten schijnen op de weg waar de mensen lopen. Soms werkt dat en soms werkt dat niet. Maar hoe minder licht er is, dat het licht van de sterren verbleekt, hoe beter het is voor ons. En dat helpt ons dan om het heelal te kunnen onderzoeken. In feite, de aarde zit juist op de juiste plaats tussen de planeten, ja, de derde van de zon enzovoort, zodat we de bewegingswetten, de wetten van Kepler en Newton, dat betekent in het geval van Newton de zwaartekracht, wat je laat vallen gaat naar beneden. De ceiling, de plafond is hier nogal hoog, dus andersom zou het werkelijk onplezierig zijn.
Dat we die wetten kunnen leren kennen en dat we die wetten kunnen herkennen aan de bewegingen in het wijdere heelal. En daar is dan zo'n plaatje en als we naar onze atmosfeer kijken, dan komen we te ontdekken dat die dik genoeg is om ons te beschermen tegen inslag in kosmische straling. Hij is dun genoeg zodat we door naar buiten kunnen kijken, zolang er geen wolken zijn. Maar hij is dik genoeg om heel veel inslagen tegen te houden. Nou, dit is de one dat fell in Chernobyl eerder in dit jaar. En die kwam dus wel op aarde terecht. En ze hebben een paar weken geleden hebben ze een 80 ton kei uit daar opgegraven in de buurt. En ze geloven dat dat was dus de oorzaak was van al die ruiten en alles, die werden daar kapot geblazen. Maar er is een zekere bescherming tegen kometen en asteroïden. En het is geen 100% beveiliging. En dat is eigenlijk ook wel goed, want zo af en toe komen er toch meteorieten door, die dan kunnen bestudeerd worden. Dit zijn maar kleine, dat is maar eentje die van zo'n 10 centimeter. Deze is iets groter, dan heb je 20 centimeter. En het is natuurlijk vervelend als die net op je auto valt. En nog vervelender als die op je hoofd valt. Dat zul je dan waarschijnlijk niet overleven. Want om daar binnen te vallen met een snelheid van 40 km per seconde is natuurlijk wel vrij hard. Maar het geeft ons uitzicht op het verre heelal. Want het is ijl genoeg, de atmosfeer. En dan, wat we al eerder gezien hebben, de aarde, de maan stabiliseert de aardas. Dat betekent dat dit platform van waaruit we waarnemen, wij wonen uiteindelijk op aarde. Dit is een platform van waaruit we het heelal observeren. Dat platform is stabiel genoeg, zodat we niet op een wobbelend platform zitten, wat veel moeilijker maakt om daarbuiten rustig te kunnen bestuderen. En soms gaat de maan voorbij een aantal sterren. De sterren staan natuurlijk veel verder weg. Maar als de maan zo langs de sterren schuift, en dan zien we dat soms die ster niet meteen verdwijnt, maar hij verdwijnt halverwege, zeg maar. Het licht verdwijnt halverwege en even later, een paar seconden later, verdwijnt hij helemaal. Dan zeggen we, hé, daar waren twee sterren daar. Eerst schoof de maan over de eerste en even later schoof hij over de tweede. En zo ontdekken we dus dat er heel veel sterren dubbel zijn. In de sterrenkunde zeggen we vaak dat van elke twee sterren zijn er drie dubbel. En dat betekent dan dat één van die twee die we zien is een dubbelster die uit twee bestaat. Ik hoop dat u me kunt volgen. Dit is maar eenvoudige mathematica. Als de maan heel erg jong is, heel erg nieuw, het is net een paar dagen, één of twee dagen na nieuwe maan, heeft u ooit gezien dat de maan daar, dat is de maan, en dat is dus het licht van de maan, wat nog net om de hoek komt kijken, maar de rest van de maan is ook een beetje verlicht. En dat wordt verlicht door de bijna volle aarde. Als je op dat moment op de maan zou staan, dan zou de aarde bijna vol zijn. Want zoals wij de fase van de maan zien, eerste kwartier, laatste kwartier, zo zien de mensen op de maan, als ze er waren, de aarde also, laatste kwartier, eerste kwartier enzovoort. Nou, dat licht kun je nu analyseren en zeggen, dat is het licht wat je verderop in het heelal kunt zien als een teken van leven. Want dat licht verraadt iets over wat wij doen op de aarde. De kleur van de grond en de kleur van wat er gegroeid enzovoort. En het helpt ons dus om te onderzoeken of bepaalde planeten misschien leven zouden kunnen bevatten. Het heet de Earthshine, geeft een spectrum van het licht der aarde dat ons helpt bewoonbare planeten te vinden. En dat zijn de zonneverduisteringen. Zonsverduisteringen zijn ook heel interessant, want de zon wordt bedekt en we zien daar die buitenste atmosfeer van de zon, de corona. Prachtig gezicht, maar dat vertelt ons dat sterren ook een atmosfeer, vaak een uitgebreide atmosfeer hebben. En dat we, nu we dat weten van de zon, nu kunnen we dat ook bij de sterren proberen terug te vinden. En er zijn methodes daarvoor. Zonsverduisteringen laten ons de zonatmosfeer bestuderen om zo andere sterren te leren kennen.
Nou, als we naar de sterren kijken, dat is het zevengesternte, de Pleiaden daar op het plaatje. Omdat ze op grote afstand staan, zijn sterren er altijd nog puntjes. Als je rondjes ziet, dan betekent dat dat het opname, de fotografische plaat of je elektronische ontvanger, niet helemaal perfect zijn. En of course, de atmosfeer spreidt het licht van een ster ook een klein beetje uit. Maar ze zijn nauw genoeg voor scherpe bronnen, voor navigatie. Nou, daar hebben we tegenwoordig niet zoveel problemen mee, want we hebben onze eigen navigatiemethode, GPS. Ja? Maar in het verleden natuurlijk was dat heel belangrijk. We kunnen van de sterren alles weten, de temperatuur, de chemische samenstelling. Soms kunnen we van sterren de sterrenbevingen meten. Dat betekent dat we iets weten over de interne structuur van de sterren. Vergeet niet dat alles wat we van de sterren ontvangen, is alleen maar licht. En met dat licht moet je alles doen wat je ooit maar te weten zou willen komen. En dan de melkwegstelsels, de sterbewegingen. We weten nu dat het heelal dat het een spiraalstructuur heeft. Dat komt in het volgende plaatje nog even terug. En dat er sterren zijn in andere melkwegstelsels. En dat betekent dat we in andere melkwegstelsels, miljoenen jaren verderop, ook kunnen nagaan of de natuurwetten daar op dezelfde manier werken als hier. En inderdaad, dat is het feit. De natuurwetten zijn overal door het heelal dezelfde. Er zijn mogelijkheden dat het anders zou zijn, maar daarvoor is een nieuwe generatie van telescopen nodig. En hoe krijg je een nieuwe generatie van telescopen? Je zegt tegen de mensen op een avond als dit: blijf belasting betalen en wij zullen vragen om wat meer geld voor ons onderzoek. En dan als we dat uitgedaan hebben, dan komen we terug en dan zullen we u vertellen wat er allemaal daarboven gebeurt. Zo, onze plaats in de Melkweg. Dit is maar een schematische plaatje van de Melkweg dat we hier zien. Maar die het is redelijk een goede representatie van onze Melkweg. En als u nou even blijft kijken, dan ziet u daar de zon verschijnen, die zo daar just aan de binnenkant van een spiraalarm zit. Ja, dat is een hele goede plek. In de spiraalarm is te veel stof, waardoor het uitzicht op het verdere heelal wordt belemmerd. Maar daar tussen de spiraalarmen is prima. Ja. Dat is ook weer zo'n manier van afstemmen van het heelal. En als we dichter bij het centrum zijn, again, daar is veel meer gas en stof, het uitzicht belemmerd. We zijn meer in de buitenwijken, dat is heel goed. En dan, we zouden in een bolhoop kunnen zitten, in globular cluster, bollen van sterren, die behalve die platte schijf van de Melkweg, ook een sferisch, een bolvormig geheel vormen. Zo die bolhopen die zitten buiten de Melkweg. En daar zou je kunnen zitten, maar dat zijn allemaal oude sterren. Ja? En jonge sterren zijn sterren die nog niet zo lang geleden gevormd zijn, die zijn veel interessanter dan oude sterren. En tenminste, ik ben een expert in jonge sterren, dus ik kan het niet anders zeggen, maar ik geloof toch dat het waar is. Alleen maar oude sterren. En in de halo, de meeste sterren zijn ver van ons weg, al nauwkeuriger afstanden enzovoort. Maar tussen de spiraalarmen, het beste uitzicht op het verre heelal. En we zien opnieuw dat er voorzieningen zijn getroffen, zou ik haast zeggen, waarbij onze plaats in het heelal zodanig is dat we het heelal goed kunnen bestuderen. En wat kunnen we daar nou van leren? Wel, opnieuw, we gaan luisteren naar wat die condities in het heelal met elkaar hebben te smoezen. Wij zouden graag onze geheimen met jullie delen. We zouden jullie graag willen leren hoe wij in het heelal eruit zien en ons gedragen. Ja? En in onderlinge samenwerking en afstemming hebben we ervoor gezorgd dat jullie het hele heelal als wetenschappelijk laboratorium kunnen gebruiken. Dat is fantastisch. Natuurkundigen hebben aardse laboratoria. Ja? Kleinere of grotere gebouwen waarin ze allerlei experimenten kunnen doen. In CERN in Genève, een grote ring van 25 kilometer of whatever het is. Heel interessant. Maar vergeleken bij het laboratorium dat wij als sterrenkundigen hebben, is het maar een peulenschilletje. Wij hebben het hele heelal als laboratorium. Het enige is,
We kunnen het niet beïnvloeden. We kunnen niet het experiment een klein beetje veranderen om te zien wat er dan gebeurt. Maar als dat een leuk experiment in die richting gebeurt, en je zou graag een experiment hebben dat het een beetje verschillend is, zodat je beter kan, dan kijk je daar, want daar is een ander experiment bezig dat net iets anders is. Zo bij als bij elkaar is dat laboratorium toch wel geweldig. Het enige is, je moet een paar miljard besteden om een grote telescoop te zien, om het allemaal netjes te kunnen bekijken. Er is waarschijnlijk geen enkele andere plek in het heelal dat zo uitstekend is ingesteld op het ontdekken van de geheimen van het heelal. Ons tweede doel. Dat is, het heelal toont ons dat de aarde een goed platform is, misschien wel het beste, van waaruit we het heelal kunnen bestuderen. En daar is het andere, dat we al eerder gedaan hebben, de beste woonplaats in het heelal, misschien wel de enige, waar menselijk, intelligent menselijk leven mogelijk is. Zo, waarom? Is daar dan een reden voor? Ja? Is het toeval? Is het intelligent ontwerp? Wel, alles dat bestaat is gemaakt uit 30 verschillende elementaire deeltjes. Hier heb ik 30 stukjes Lego, die ik maar gewoon willekeurig aan elkaar heb geplakt. Dat stelt verder niks voor, maar je kunt ze natuurlijk allemaal losmaken. Je kunt er van allerlei kleine dingen van maken. En vooral als je van elk stukje nou eens niet één had, maar zeg een triljoen of een few more, dan zeg je, daar kan je toch van alles van maken. Hè? Ik weet niet of je ooit in Legoland bent geweest, maar je kunt er een Eiffeltoren van bouwen van dat spul. Als het nodig zou zijn, één op de ware grootte, 300 meter hoog. En waarschijnlijk nog belangrijker. Je kunt er ook DNA van maken. Een heel eenvoudige meer. Je hebt ze geen eens allemaal nodig. En DNA is zo plooibaar dat je er, ik weet niet wat mee kunt doen. Van wormpjes tot olifanten tot mensen. Die elementaire deeltjes, dat is eigenlijk een geweldige mooie Lego-doos om fijn mee te kunnen klutselen. En daar heb je weer het nieuwe voorbeeld van DNA, wat dan voor het leven zo essentieel is. Zo. Nou, de wetenschap doet niet aan intelligent ontwerp. Ik heb het daar aangegeven, is het toeval of intelligent ontwerp? De wetenschap doet niet aan intelligent ontwerp. Want er is geen intelligentie die ingrijpt in het hemelse, of in het heelalse gebeuren. Dat is het standpunt van de wetenschap. En vragen naar oorsprong, toekomst en zin of bedoeling, die blijven of beantwoord, of die zijn onbevredigend. De wetenschap houdt zich daar niet mee bezig. Maar als je kijkt naar die twee belangrijke kwesties, van waar komen we vandaan en waar gaan we naartoe? Ja, dan, de wetenschap zegt dan, wel, wij komen voort uit een kosmisch toeval. En waar we heen gaan, als we weg zijn, dan worden we vergeten, dan is er niks meer. Maar als je dat antwoord aan de Bijbel stelt, dan zegt de Bijbel, je bent door God geschapen. En waar je heen gaat, wel. Misschien moet je je kaarten op de goede manier neerleggen, maar je kunt dan eeuwig gelukkig leven. En daar kan toch eigenlijk geen strijd over zijn, welk antwoord nou prettiger is voor ons als mensen om te aanvaarden. De wetenschap kiest voor toeval met de introductie van het antropische principe. Heel snel, het heelal moet er wel zo uitzien als het doet, want als het anders was, zou leven niet mogelijk zijn. Of course ziet het er al, zegt de wetenschap, of course ziet het er al zo uit alsof alles netjes afgestemd is. Als het anders afgestemd zou zijn, zou leven niet mogelijk zijn, zouden we hier vanavond niet over kunnen praten. Maar is dat een goede reden? De christen die kiest voor intelligent ontwerp, niet voor toeval, intelligent ontwerp. En voor intelligent ontwerp heb je een intelligente ontwerper nodig. Voor sommigen van u zal God misschien de ontwerper zijn. Hij is mijn ontwerper ook. Voor de christen heeft deze keus belangrijke gevolgen. Misschien, nu kunnen we gaan vragen. Ja? Waarom? Wat was denn Gods bedoeling met dit hele gedoe? Van ons een planeet te geven die zo uitstekend geschikt is voor het leven. En een heelal dat vanuit de plaats waar wij wonen zo helemaal mooi bestudeerd kan worden.
wat had hij daar voor bedoeling mee dan? En dan begin je dus die Bijbel te lezen hier en daar en er staat: de hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen. Dus God heeft die hemel daar opgehangen, zodat door de studie van de hemel wij hem zouden gaan leren kennen. Als je teruggaat 200 jaar, dat was een zekere filosofische stroom in de wetenschap van die tijd. De wetenschap was lang niet zo technologisch als het tegenwoordig is. En in die tijd waren er mensen die zeiden, je kunt door de natuur te bestuderen, kun je leren wat voor een persoon God is, wat voor iemand hij is. In feite, de sterrenwacht waar ik directeur van was, een aantal jaren, in Noord-Ierland, in Armagh, refereert aan Psalm 19, vers 1. En het was gedaan in een tijd waar het werd opgezet door een aartsbisschop van de Anglicaanse kerk in Ierland. Dat is waar die mijter daar is. Daar is een ster daar en daar is die spreuk van de psalmen. Dat was een tijd waar ze geloofden dat de bestudie van het heelal tot kennis van God zou kunnen leiden. Maar God heeft nog wel wat meer geschreven. Dit zegt de Heer die de hemel geschapen heeft, niet als chaos, maar om te bewonen heeft hij haar gevormd. Dus we hebben dat in doel 1 hebben we dat al zien terugkomen. En daar is een uitdaging, kijk omhoog, wie heeft dit alles geschapen? En hij laat het leger de sterren voltallig uitdrukken. Hij roept ze bij naam, hun naam, één voor één, door zijn kracht en onmetelijke grootheid ontbreekt ze niet één. U ziet, die vraag, wie heeft dit alles geschapen, is geen wetenschappelijke vraag. Wetenschap vraagt niet naar wie, in het algemeen. Ja? Wetenschap vraagt, hoe zit dit in elkaar, hoe functioneert het? Ja? En de wetenschappelijke vraag zou zijn, hoe is dit alles tot stand gekomen? Niet in wie, maar hoe is dit alles tot stand gekomen? Maar Jesaja geeft ons de uitdaging om eerst te kijken wie er achter het hele gebeuren zit, het ontstaansgebeuren, en dan pas te gaan vragen van hoe werkt het nou? En dan, ik geloof, dan kom je ook tot betere antwoorden. En het eeuwige leven, God zegt, dat is dat zij u kennen. Ja? We hebben al gezien dat het heelal als het ware zijn best heeft gedaan om ons in staat te stellen om door het heelal God te leren kennen. En hoe belangrijk is het nou? Het kennen van God is eeuwig leven. Het heeft iets te doen met een verre toekomst, een goede toekomst. En dan, toen Jezus op aarde kwam, hij werd niet ontvangen door zijn volk, de Joden van die tijd, de Israëlieten, maar wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft iets voorgegeven om kinderen van God te worden. En in Romeinen zegt Paulus, nu wij kinderen zijn, zijn we ook erfgenamen. Ja? Delen in zijn lijden, om met hem te kunnen delen in Gods luister. Zo, het heelal overtuigt ons dat het is ontworpen en geschapen door God, met de bedoeling dat er een plaats zou zijn waar intelligent menselijk leven mogelijk is. Dat was doel 1 vanavond. Dat die mensen door onderzoek de schepping de schepper zouden leren kennen. Dat was doel 2. Dat ze God zouden aanbidden en prijzen voor zijn abondante voorzieningen. Als je ziet hoe God alles gemaakt heeft, dan zeg je toch, kom in, die God is aanbidding waardig. En dat uiteindelijk naar herstelwerkzaamheden, toch gevolgen van onze mentale afwijkingen zou ik zeggen, de hemelse familie zouden kunnen completeren. Dat is het doel van God. Dat het alles weer terugkomt tot een eenheid, een harmonie van vrede en geluk. Zo, we zien duidelijk dat het heelal in stand is gebracht door een intelligente persoonlijkheid die even zijn boodschap voor zijn schepsel achterliet en die deze boodschap nog eens kracht bijzet en uitbreidde in het intieme persoonlijke contact we vinden in zijn boek aan de mensheid, de Bijbel. Dat is ongelooflijk maar waar. Ja? Je kunt de Bijbel vertrouwen. Ik dank u voor uw aandacht. En ik geloof dat het de tijd is om de vragen te stellen, maar dat laat ik aan onze introducteur over.